Het is zaterdag 17 juni. Vandaag sluiten we de juni-feestweek in Harlingen af. Feest in de stad. Met de kermis op de Schritze en het straatfestival, waarbij de stad het podium is voor de muzikant en straatartiest. Even een korte impressie voordat we gaan kijken naar kunst achter de ramen op de Lanen en de Kijk Kunstexpositie. Met de jaarlijkse prijsuitreiking en kunstveiling, waarvan de opbrengst naar de Stichting Michael Winks gaat. Kunst achter de ramen wordt georganiseerd door de gelijknamige stichting, die zich tot doel heeft gesteld om kunst op een laagdrempelige wijze bij breed publiek onder de aandacht te brengen. Wandel maar even met ons mee.
een nieuwe locatie voor Kijk. We liepen net langs de kerk en daar zagen we allemaal stijgers. Maar dat is vast niet de enige reden waarom er voor een andere locatie is gekozen. Kunt u er iets meer over vertellen? Ja hoor, het is inderdaad vooral niet de reden. We wilden eigenlijk wat meer aansluiting zoeken bij Kunst Achter de Ramen. Vorig jaar hebben we Kijk samen met Kunst Achter de Ramen georganiseerd. En we hebben dit jaar bedacht van nou, het zou mooi zijn als we dat ook op dezelfde locatie zouden kunnen gaan doen. Zodat we toch iets meer publiek trekken. En vooral, ja, wat je zelf ook al aangeeft, iets meer publiek wat ook gewoon langsloopt. Dus dat is ook de reden geweest om het tijdens de Juni Feestweek te doen. Zodat we toch wat meer aansluiting hebben bij de activiteiten die toch al in de binnenstad georganiseerd worden. En hoe is het met de aanloop? Komen er veel mensen langs? Ja, boven verwachting. Je hoopt natuurlijk wel dat er wat meer publiek komt, om de redenen die ik net genoemd heb. En het is mooi om te merken dat dat inderdaad zo werkt. Dus dat wij, zoals 's avonds met het lanenkaatsen, iets langere openingstijden hebben. En dat er toch heel veel publiek tussen de kaatspartijen door even bij Kijk binnenwippen, even bij Kunst Achter de Ramen gaan kijken. En vooral ook deze zaterdag, schitterend weer natuurlijk, straatfestival in Harlingen. En ja, we liften heerlijk mee op de bezoekers die daar komen. Theo, straks de veiling, uiteraard ten gunste van Michael Wings. Zijn er nog nieuwe activiteiten bij Michael Wings op dit moment? Ja, we hebben de laatste keer zijn we in Blaring geweest en hebben het ziekenhuis hebben daar voorzien van laptops. En het nieuws is dat wij dus een overeenkomst hebben met de Clinic Lounge. En die waren daar ook. En dat was fantastisch natuurlijk. En die hadden we al gehad in Stadskanaal. Voor de eerste keer. Dat deden ze gewoon een keertje. Nou, dat doen wij. En toen vonden ze dat zo leuk van Michael Wings. En toen hebben ze gewoon een overeenkomst met ons getekend. Is ook getekend in Blaricum, in het Tergooi ziekenhuis daar. Dus dat is de laatste ontwikkelingen. Nou, dan gaan we straks natuurlijk naar de veiling. Wie hebben we dit jaar ter gast? Ja, we doen elk jaar iemand die bekend is. Hè? En ik dacht van, en ik zat dus even te denken. En ik dacht, verdorie nou aan toe. Hier 6 kilometer vanaf zit er iemand, Olympisch kampioen. En een goede schaatsrijder geweest. Ik denk, Jannieke, maar. Nou, ik bel Jan. En Jan was eerlijk. Hij zei, ik heb nog nooit van de stichting gehoord. En we hebben een informatie gestuurd. En hij zei ook meteen ja hoor. Net zo goed als die anderen ook al meteen ja zeiden. Dus daar zijn we heel blij mee. En we hebben natuurlijk weer mensen die weer de boel beschikbaar stellen. De schilderijen of de stukken, zal ik maar zeggen. En we hebben weer Loet van Veen. Die elk jaar weer een heel mooi beeld geeft. En is de beeldhouwer, is een van de top van Nederland. En heeft het jaar weer een mooi beeld. En dat is de haan. En dat is een hartstikke mooi stuk. En daar hebben we al een bod op. Er zijn al mensen geweest. En die hebben gezegd, dit vind ik zo mooi. Dus voordat we beginnen, hebben we er al een bod op van €500. Dus we verwachten dat daar nog meer op komt. Jan, je bent uitgenodigd als bekende Nederlander om de veiling voor Michael Wings te organiseren. Wat weet je van Michael Wings? Nou, toen ze mij vroegen, wist ik er nog helemaal niks van. En dan ga je natuurlijk eventjes op internet sneupen. En dan kom je erachter dat het voor kinderen die in het ziekenhuis liggen, dat die natuurlijk allemaal een internetaansluiting aan bed willen hebben. Ik dacht dat al lang geregeld was in Nederland.
En dat ziekenhuizen er op een gegeven moment zo bij kunnen komen. Dat er steeds meer ziekenhuizen, dat kinderen internet aan bed hebben. En dat vind ik gewoon een goede zaak. Want als je al in het ziekenhuis ligt. En wat je ook hebt hoor, het is nooit leuk om in het ziekenhuis te liggen. Ja, je bent gewend om op een gegeven moment met social media en zo. Ja, dan moet je dat natuurlijk, zeker als je ziek bent, dan moet dat gewoon doorgaan. En dat vond ik gelijk leuk. En ja, ik ben natuurlijk een oud-Harlinger. Dus fijn. Ik doe dat ook niet zo vaak, dus het is ook wel spannend. Niet zo vaak, wel eens? Of is het de eerste keer? Nee, dit is de tweede keer. We hebben ooit in Pingium ook een kunstweekend. En daar werd dan ook lokaal werk werd er geveild. En daar hadden ze mij ook voor gestrikt. En dat ging wel redelijk. Dat belooft wat. Ja. Nou, je staat in een rijtje van bekende Nederlanders. Hans Wiegel is geweest. En Walter Kroes is geweest. Dus we verwachten er heel veel van. Ja, en Piet Paulusma was er vorig jaar, had ik gehoord. Het gaat natuurlijk niet om mijn aanwezigheid. Het gaat om dat mensen goed geld bieden voor die prachtige kunstwerken. En we zullen het zien. Ik vind het wel spannend. Het is live, hè. We kunnen ook niks voorbereiden. Het moet gewoon op dat moment goed gebeuren. En ik hoop dat de mensen goed geld bij zich hebben. Dat hoop ik ook. Nou, veel succes. Dankjewel. Dadelijk de kunstveiling. Maar nu eerst de jaarlijkse prijsuitreikingen. De Kijk Award, de Kijk Camera Award, de Kijk Publieksprijs en de winnaar van Kunst Achter de Ramen. Welkom, leuk dat jullie er allemaal zijn. En vooral ook leuk dat vrijwel iedereen er ook afgelopen week was. We hebben een geweldig aantal bezoekers gehad. Dus we zijn blij met deze locatie. De Wettelkerk, een nieuwe locatie van ons. Even wennen, maar heeft prachtig uitgepakt. Het is warm. Uiteraard door de zon, maar ik denk ook door de spanning. We komen hier voor de veiling of voor de prijsuitreiking van Kijk 2017 en Kunst Achter de Ramen 2017. En gelukkig hebben we ook twee mannen die de spanning aankunnen. En die zowel de prijsuitreiking gaan doen als ook de veiling gaan doen. Een oude bekende, twee oude bekenden. Jannikema, wie kent hem niet? Fijn dat je er bent en fijn dat je de prijsuitreiking en de veiling wil gaan doen. Maar geef eerst het woord aan onze oude bekende, Theo. Jan, aan wij de eer om de prijs te krijgen. Hij heeft even een beeldje, je ziet wel. Ik moet het hele verhaal voorlezen. Ja, Jan. We beginnen met het juryrapport, de tentoonstelling Kijk Harlingen. En dat is de 2017 schilderkunst. Ja. Het winnende schilderij zet je in eerste instantie op het verkeerde been. Je ziet een grote stoet mensen op de rug die met z'n allen over een gracht lopen met klassieke herenhuizen. Er wordt vooral van grijze en bruine gebruik gemaakt en de toets is impressionistisch. Het kleurgebruik en de sfeer van het schilderij in contrast met het grappige onderwerp maken dat dit werk van Ali Kielstra voor mij de winnaar is geworden van deze Kijk editie 2017. Ja, de fotografie. Ik kan niet zeggen wie het gewonnen heeft, maar misschien is hij het gewonnen. In het winnende werk is gespeeld met scherpte en onscherpte, schaduw en licht. Het kleurgebruik is subtiel en prachtig van toon. Het werk vertoont een zachtheid die je gewoonlijk met een schilderij associeert. Het winnende werk is een foto van Maria Driessen Diesel met als titel Drie dames in Valencia. Door in te zoomen op de details krijgen haar foto's een architectonische uitstraling. Ook een achterloos achtergelaten kolenblikje geeft subtiel blijk van de menselijke aanwezigheid. Ik wil Maria Driessen van harte feliciteren met de prijs van de vakjury. Mannenhoekhorst, directeur Museum Martena. Oké, dus Maria Driessen. De prijswinnen is natuurlijk altijd mooi. Er is over nagedacht. En lovende woorden. Ik zou zeggen, hang dat aan de muur. Stel het even neer. Mag genieten van en ben trots op jezelf. Zou ik zeker doen. En dank jullie wel. Oh, er wordt ook nog een plaquette erbij. Een echte. Kijk eens. Alsjeblieft. Nou, de winnaar van Kijk Harlingen Publieksprijs 2017 is een vrouw. En het onderwerp is Old and Wise. En ze heet Ineke Veldman. Okay.
Gefeliciteerd. Ja, voor jou geldt natuurlijk ook. Kijk, er is jouw bestand en heel veel. En ja, je bent de beste. Hè? Oh, daar hoort er iets bij. Zeker opkomen dat ik hoor wel. Gefeliciteerd, man. Kunst achter de ramen, de publieksprijs 2017. Ook weer gewonnen door mevrouw. En die zal wel handpoppen maken, want het is Tineke van Montfoort. Uit Harlingen, met Jan. Dat is een pikstart van Hiekema. Ga rijden Jan, niet lopen, rijden gaan, goed zo. En hij leidt. Opening tijd van Hiekema is 9,85, dat is 200 langzamer dan Ben Johnson over de 100 meter doet. Blijf geconcentreerd Jan. Verlengt die slagen. Oh, even laten lopen. Nu komt Thibaut onderdoor. Kijken wat Hiekema kan blijven doen. Thibaut onderdoor. Handje erbij. Thibaut gaat door. En nu moet je Hiekema bijtrekken. Hiekema rijdt door. Hij blijft ervoor. Verlengen. En Hiekema rijdt 36,76. Nieuw Olympisch record. Nieuw Nederlands record. Oh, Jan, wat een race. Wat een race, Jan. Wat een race. Ik denk Jan de Ron Witsenijk die vandaan sportman geweest, heeft toch al de Olympische Spelen erop neergezet. Iedereen was daar dol enthousiast over, maar als je alleen had het verwacht Jan, en je kreeg de zilver. Ze dachten Jan daar natuurlijk altijd van, wacht maar, daar komt wel. En dat is dus gebeurd. Dus wij gaan nu maar met de veiling aan gaan. En we hopen natuurlijk dat daar wat uitkomt. Want al dat geld, en er blijft echt niks aan de strijdstof hangen. Al dat geld gaat rechtstreeks naar Michael Wings. Genoeg gepraat. Jan, we gaan aan de gang. We gaan met de veiling aan de gang. En we hebben een lijstje hebben we hier. De hersenbril. De hersenbril, Jan. We hebben een bril. En ik geef jou de microfoon. Daar kan je met afslaan. En dan beginnen we met... Nou, we beginnen met een werk van de Ton de Graaf. Dat is de debuut. Dat is ook een beetje mijn debuut, zeg maar. Daar is op gebouwde 35 euro. Het is natuurlijk de bedoeling dat we voor de stichting Michael Wings dat we zoveel mogelijk geld ophalen. Dus kunst en geld, dat ontmoet elkaar hier in de kerk. En ja, ik zou zeggen, wie biedt er meer dan 35 euro voor dit prachtige werk? Er is al een bod van 60 euro binnen. Dus het zou natuurlijk heel mooi zijn als we daar boven komen. Wie biedt er meer dan 65 voor Amel onder gat? 70 euro, wie gaat er over die 70 euro? 75 euro daar geboden. Verkocht. 55 eenmaal, niemand die het idee heeft, alleen met die vingertjes erop, nee. 55 tweemaal. Ik denk dat die verkocht is. Van Joachim de Ruiter, Fortuna te Harlingen. 50 euro, maar net als net daarvoor, wie gaat er over die 50 euro heen? Nou, dan zet het nieuwe eventjes in de wacht. U hoort dat het huidige bod is 125, dus de vraag is wie wil meer bieden voor deze prachtig mooi vlinder? Misschien voor een vriendin, schoonmoeder, ja, vaderland. Oké, het volgende werk is van Jetty Boterhoek en dat is geen brandend zand, maar vierkant zand. 20 euro. Hier is 20 euro. Dat is geen geld, dat kost het lijstje ook al. Een minimum lijstje. Middenmeisje. Met prachtige werkeling. 20 euro, wie gaat er overheen? Ik zelf, 25 euro. Leuke douche. 30 euro, eenmaal. 30 euro, tweemaal. Verkocht. 25 euro voor dit werk is er geboden. Het Venetiaanse carnaval. Kan eigenlijk overal hangen. Ja, als die ogen je pakken, dan ben je verkocht. Sorry? Is het olie verder? Acryl. Acryl. Ja, ik vind het zelf ook mooi. Ja. Ik heb er geen plaats voor, maar hij is schitterend. Ik zie geen vingers omhoog gaan. Dus ook het kiwi-test dat gaat even in de wacht. Even in de wacht, ja. Oké, okay, hier was het werk kerst 1. Of straks nog kerst 2. Misschien wil je ze bij elkaar hebben. Er is 30 euro geboden. Wie gaat over die 30 euro?
Prachtige foto. Mooi houten lijst omheen. En er komt straks nog een, op dezelfde lijst. Dus naast elkaar. Naast elkaar, ja. 35 eenmaal. 35 tweemaal. 35 euro verkocht. Kerst 3. Dat is een, zoals je ziet, het is een haan. Van niet zomaar iemand, het is van Loen van Veen. Ik heb mij horen vertellen dat die normaal wel 1200 euro kost. Ja. Daarom is het nu ook 500 al voor geboden natuurlijk. Want alle waarde is geld. Maar misschien zitten er wel mensen, zijn er hier in Harderen gekomen speciaal voor die haan. Die zeggen van nou, ik wil die haan wel hebben. Ik had me er heel veel voor voorgesteld. Want die gaan er zo opbieden zo tegen elkaar. Dus dat, die fantasie had ik al. Maar de werkelijkheid is toch net even anders. Maar 500 euro, dat is toch natuurlijk een heel mooi bedrag. Want daar kan je een hele laptop verkopen? Of, ja, daar kan je één laptop. Dit was ons laatste stuk. Ik weet niet, we hebben niks ingestudeerd van hoe we dan op een gegeven moment verder gaan. Nou, de opbrengst van de veiling van 2017, dus waar we nu voor gekomen zijn, of wat we net gedaan hebben, is toch een heel bedrag. Dat is toch met elkaar 1270 euro. En dan heel veel bedrag dat gaat van de samenwerking. Dus in ieder geval, ja, hartstikke bedankt. En we zien elkaar. En ik denk dat nou de voorzitter nog een woordje zeggen wil. Ja, okay. Ja, dat wil ik zeker. Niet heel veel meer, mooi geweest. We hebben een prachtige kijkweek achter de rug. En dat hebben we natuurlijk te danken aan een hoop mensen. Ik ga ze niet noemen, want dan ga ik mensen vergeten. Dus de organisatie, THBL en nog heel veel. De mensen die ik vooral wil bedanken zijn een groot aantal van jullie. Namelijk de kunstenaars zelf, wat we kunnen organiseren wat we willen. Op het moment dat we geen kunst aangeleverd krijgen en op het moment dat we kunstenaars de medewerking niet krijgen, hebben we gewoon geen kijk en ook geen kunst achter de ramen. Dus ik wil een allerlaatste applaus en dat is dan vooral voor jullie zelf, de samenstellers van deze expositie. Dank jullie wel voor dit jaar en graag tot volgend jaar. En dat was het weer voor dit jaar. Tot ziens, tot kijk 2018.